Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Madelisa en ik ga jullie meenemen door mijn week boodschappen van de Jumbo. De boodschappen zijn net bezorgd en het was €50,93. En het is een stukje minder dan normaal. Ik weet niet helemaal waar het komt. Ik had wel een aantal dingen waar ik wat minder van heb besteld. En misschien ligt het gewoon aan dat ik wat minder dure dingen heb besteld voor het avondeten. Maar het was dus een meevallertje. Ik heb deze week ook de tijd genomen om wat meer receptjes op te zoeken en dingen die we wel eens hebben geprobeerd en die we lekker vonden om het nog een keer te eten. Om een beetje variatie aan te brengen. Dus mocht je erin geïnteresseerd zijn, die linkjes zijn altijd in de beschrijving. En kan je altijd even terugkijken wat we ongeveer per dag gaan eten. Voordat we gaan beginnen aan de boodschap, wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal als je dit soort video's leuk vindt. Want ik post de boodschappen shoplog iedere vrijdag. En dan gaan we beginnen met de boodschap. Dit zijn dus alle boodschapjes van de Jumbo. Er waren drie dingen. Die waren er niet. De varkenshaas was er niet. Dus die zit er nog niet bij. Die moet ik even apart halen. En ik had een avondsoep met brood bedacht. En ik wou daarbij een soeppakket. En die waren ook niet op voorraad die ik wou. Dus die moet ik nog even van de week even wat anders voor verzinnen. Maar de rest is er allemaal wel. We eten, even kijken. Zullen we vandaag beginnen? We eten vandaag wraps, burrito's. Dus ik heb gehakt, want dat was op. Paprikaatje, burrito mix. Sowieso ijsberg slaan. De komkommer heb ik nog liggen. En wraps. Ik moest vorige week natuurlijk nog even extra fruit halen. En dat heb ik gedaan bij de Aldi. En er lagen grote wraps. Ik geloof 12 XXL wraps waren in de aanbieding. Dus daar heb ik toen wraps meegenomen. Dus dat hebben we nog. Dan eten we een keertje kaasnietseltjes met broccoli stamppot. Nou, aardappels heb ik nog. Geraspte kaas heb ik nog. En kaasnietseltjes is natuurlijk lekker. Dan eten we een keertje een kip met rijst uit de slowcooker. Daar had je wat Italiaanse kruiden voor nodig, kipfilet. Het is een Amerikaanse recept, dus er staat een can of creamed chicken soup. Maar die hebben we dus niet, maar omdat er ook eventueel wat champignonnetjes bij konden, dacht ik, dan doe ik champignonsoep. Dat is natuurlijk ook een beetje crème. Dus dat is lekker. En dan met roomkaas erbij is een receptje. Zal ik hem onderin linken. We eten dus een keertje varkenshaas met ham. En een beetje champignonnetjes en aardappelpakketjes. Uit de varkenshaas komt uit de oven. Maar die varkenshaas moet ik dus eventjes nog gaan halen. Dan eten we dat pas vrijdag, dus dat komt goed. We eten een keertje pompoen tortellini. Dus ik heb pompoenblokjes, want ik heb pompoenpuree nodig. Dus dan kan ik ook met slagroom sausje, moet je dan bij aanbrengen. Tortellini's en verse spinazie. En dan eten we natuurlijk nog een keertje friet met snacks. Nou ja, en dan zijn we alweer rond. Ja, en dan zoek mijn brood natuurlijk nog een keertje. Dan hebben we hier zo de Crystal Clear weer staan. De ketchup was op, dus ik heb er eentje besteld en eentje voor de voorraad. De Smoky Barbecue. Ja, hij is bijna op. Dus ik denk, hebben we nog wel eens eentje achter de hand. Mayonaise, altijd fijn om achter de hand te hebben. Cola Light. Ik heb dit keer maar 4 flessen besteld in plaats van 4 of 6. Omdat ik nog best nog wel wat heb en ik nu wat minder ga drinken om te kijken of daardoor mijn migraine wat langer weg blijft. Of in ieder geval de hoofdpijn vermindert. We hebben siroop voor de kinderen en bakboter, want dat uiteindelijk kwam ook in zicht. Nou ja, we hebben dus ijsbergsla, niet alleen voor de burrito's, maar ook voor mijn salades bijvoorbeeld. Altijd handig. En komkommer en dat soort dingen heb ik allemaal nog. Chocopasta, want die is aan het opraken. Het zonneblokje kaas. Ik heb wat knakworstjes gehaald, omdat Burke natuurlijk nu op vrijdag weer bij mij is. Met middageten in plaats van dat ze op school zit. Dat is natuurlijk nog dit jaar nog. Dus dan zet ik wat knakworstjes neer. Dan vind ze dat misschien ook wel leuk. Eventueel doe ik dan 's ochtends alvast het blik openmaken. Dat Logan er ook 2 kan meenemen. Die vindt het natuurlijk ook leuk. Dus dat dus. Dan een heleboel spulletjes. Die de kinderen min of meer hebben uitgekozen. Sowieso appels, mandarijnen, tomaatjes en druiven en zo voor naar school en naar ons werk. Ontbijtkoek is de nieuwe hit in ons gezin. Pascal neemt deze eigenlijk altijd mee. En Logan en Brooke willen dat nu ook. Dus ik dacht, dan doe ik wat kleinere voor hun. Die passen makkelijker in hun trommeltje. Dus dat vind ik een handig idee. Deze zijn voor in de koekjestrommel. Zijn gewoon de bastonje koekjes, maar dan van het Jumbo merk. Een stuk goedkoper. En de olifantjantandjes, ja, dat is gewoon lekker makkelijk voor in de tas mee te gooien als we naar de zwemlessen moeten. En dan hebben de kinderen zelf nog, want ik was natuurlijk aan het vragen, wat wil je allemaal eten, wat moet ik allemaal bestellen. En toen zeiden ze, mogen wij snoepjes uitzoeken, want de snoepjes zijn bijna op. Logan die koos deze uit, dus dat zijn de Cadillac roze autodropjes. En Brooke die koos deze uit. Het is ook echt een suikervrije variant. En rood fruit, dus
super gezond uiteindelijk, denk ik. Nou ja, heel gezond zal het niet wezen. Maar ik vond het wel grappig dat ze een gezonde optie had. Dat waren weer alle boodschapjes. Dat is dus in een quick overview wat wij ongeveer deze week allemaal gaan eten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als dat was, dan deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. Mocht je alles op je gemakje willen teruglezen, zet ik alles wat we gaan eten onder in de beschrijving neer. Inclusief de linkjes naar de receptjes voor wat we dan ongeveer gaan eten als avondeten. En dan wens ik jullie nog een heel fijn weekend. Tot de volgende keer. Doei doei!